Het ministerie van Openbare Werken heeft genoeg personeel, maar niet genoeg personen die zich willen omscholen om sluizen te bedienen. En dat terwijl er dringende noodzaak daartoe is. Minister Riyad Noor Mohammed zegt dat niemand een andere job wil doen dan waarvoor ze zijn aangenomen. Er is genoeg personeel, genoeg adviseurs op het ministerie, genoeg beleidsmakers. Toch? Maar je moet niet vragen om een ander job te doen, zo gaat het niet. Toch? Dat is cultuur van de overheid, dat is een andere hoofdpijn. Dus tekort, ja, er is tekort. We roepen mensen op die geïnteresseerd zijn om zich te specialiseren in zo'n job. Maar anderzijds moeten we ook onze systemen efficiënt maken. 100 sluizen waar het niet hoeft en dat je kan vervangen misschien door klepduikers, is een optie. Pompgemalen die je kan bedienen op afstand, daar heb je minder mensen nodig, maar is ook efficiënter. Toch? Want die mensen hebben ook vervoer nodig. Je moet ook rennen van de ene plaats naar de andere plaats. Dus het heel systeem gaan we evalueren en op de operatietafel zetten om te kijken waar kunnen we efficiëntie brengen of niet. Het overtollig waterprobleem zal in de komende jaren blijven bestaan. Voor minister Noor Mohammed is er modernisering en een efficiënt ontwateringssysteem nodig om het probleem op te lossen. Strakkere maatregelen voor ontwatering zijn nu nodig. Anders blijft het een vicieuze cirkel, meent de OW-bewindsman. Onderzoek en een nieuw ontwerp voor pompgemalen en sluizen zijn gaande. Het Saramaca-kanaalproject zal trouwens ook wat problemen in Paramaribo oplossen, hoor. Dicht bij de sluis en een beetje bij Saramaca. Maar dat gaat nog een paar jaren duren. Ze beginnen nu met de studies, maar binnen 5 jaar moeten wat significante werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Maar let wel, dat gaat niet de enige oplossing zijn. Net wat een van de andere journalisten zei, er is meer berging nodig. Laaggelegen gebieden, die moeten op een andere manier afgewaterd worden. Paramaribo groeit uit, Saramaca groeit uit, Kamerwijn groeit uit. Dat moet aangepakt worden met nieuwe kanalen en pompen. Maar als je langs de rivier woont, zoals in Ikeri, Wageningen of Albina, waar niet lang terug het water buiten zijn oevers getreden is van de rivier, dan hebben we wel een serieus probleem, toch? Maar net wat ik zei, water kan een paar uur staan, is normaal bij neerslag. Maar als het dagen blijft staan, dan gaan we als regering, als overheid, met de gemeenschap, wel moeten werken aan een duurzame oplossing. Dat betekent, wonen langs oevers is leuk, maar dan moet je wel hoog gaan wonen. Wonen langs de kuststrook is leuk, maar dan moet je wel je huis hoog gaan bouwen. Minister Riyad Noor Mohammed. De minister zal met zijn collega van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie nagaan in hoeverre in elk resort tenminste 1 bouwmaterialenzaak open kan voor personen die door wateroverlast dringende reparaties moeten doen.